Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe haarvideo. In deze video ga ik aan je laten zien hoe je op een hele makkelijke en supersnelle manier je haar mooi in model kunt feunen. Je kent het misschien wel. 'S Ochtends heb je net te weinig tijd om je haar leuk in model te brengen. Misschien heb je ook wat moeite met hoe je je haar eigenlijk in model moet brengen. Misschien sta je op het punt om naar een feestje te gaan of een andere belangrijke afspraak, wat dan ook. Je make-up zit perfect, je hebt leuke kleding aan, nu je haar nog. Ik weet gewoon dat het voor veel vrouwen best wel lastig is om dat haar mooi in model te brengen. Weet je, je kan allemaal een beetje haarproduct in je haar doen, een beetje wax, een beetje haarlak. Je kan een staartje maken, een knotje. Maar hey, soms moet je haar gewoon veel beter in model. Hoe je dat doet, daar heb je helemaal geen uren de tijd voor nodig. Het belangrijkste product wat je nodig hebt, is zo'n föhnborstel. Deze föhnborstel van Babyliss, die gebruik ik al jaren. En deze zit echt in mijn dagelijkse haarroutine. Vooral als ik mijn haar bijvoorbeeld echt net gewassen heb. Het is slap, het pluist, hier en daar zit er een krul in mijn haar. Kort samengevat, eigenlijk zit het niet zo mooi. In 5 minuten tijd heb ik mijn haar gefeund in dit model. En dat door gebruik te maken van deze föhnborstel. Je kunt aan de slag gaan met een föhn en een losse ronde borstel. Ten eerste is dat echt heel erg lastig om bij jezelf te doen. De voorkant lukt nog wel, de achterkant, vaak is het een drama. Het brengt heel veel frustraties met zich mee en wat doe je dan? Je gooit je haar weer in een knotje of je maakt een vlechtje. Ook super leuk, maar soms wil je gewoon dat haar mooi in model. Mooi gepolijst, iets meer volume. Net dat het lijkt alsof je even een mooie blow-out bij de kapper hebt gedaan. In deze video ga ik aan je laten zien hoe ik zelf mijn haar föhn met deze föhnborstel van Babyliss. Het is eigenlijk mijn dagelijkse haarroutine als ik net mijn haar heb gewassen. En wat kan ik er nog meer over zeggen? Laten we gewoon gauw beginnen. Zoals je ziet is mijn haar nog niet bepaald mooi in model gebracht. Er zit een knotje in mijn haar. En wat heb ik gedaan? Ik heb gisteravond mijn haar gewassen. Ik heb het aan de lucht laten drogen. Ik ben naar bed gegaan. Vanochtend heb ik het doorgekamd en in dit knotje gedaan. Nou, misschien vind jij dit een prima kapsel. Maar persoonlijk hou ik iets meer van mooi gesteld haar. Ik heb het knotje eruit gehaald. En zoals je ziet, ik heb mijn haar gewassen. Ik heb het wel netjes in mijn scheiding alvast gekamd. Na het wassen heb ik alle producten erin gedaan. Zoals mousse, heat protector, verzorgingsproducten. Daarna heb ik het laten drogen. En dan heb ik dus dit resultaat. Hoewel de wilde look best wel populair is, vind ik dit toch niet zo mooi. Nee. Dus, wat ga ik doen om mijn kapsel snel mooi in model te brengen? Ik ga gebruik maken van deze föhnborstel. Deze föhnborstel is al jarenlang mijn favoriete haartool. Deze is van Babyliss Pro Titanium Tourmaline. Babyliss vind ik persoonlijk een heel prettig merk. Ik vind dit een hele fijne föhnborstel. Ik heb er door de jaren heen inmiddels ook al een paar versleten. En ze gaan natuurlijk niet zomaar kapot. Nee, dan heb ik hem echt wel een aantal jaren in gebruik gehad. Intensief, bijna iedere dag. En ze zijn ook niet zo heel erg duur. En het is ook nog eens super gemakkelijk om in een hele korte tijd je haar mooi in model te föhnen. Hoe lang je erover doet, heeft een klein beetje te maken met de lengte van je haar en de haardikte. Zoals je ziet, mijn haar komt tot schouderlengte, dus het is niet vrij lang. Het is ook niet zo dik. Mijn haar is fijn van draad. Ik heb dun haar, dus ik ben misschien wel iets sneller klaar dan wanneer jij je haar gaat föhnen met deze borstel met je lange, mooie, dikke lokken. Ik ga dus nu aan je laten zien hoe je in een hele snelle tijd op een gemakkelijke manier je haar goed en mooi in model kan föhnen. Ik kam mijn haar wel eerst eventjes door, zodat er geen klitten in mijn haar zitten.
Wat ook belangrijk is als je deze foamborstel gaat gebruiken, is dat je haar droog is. Waarom? Nou, deze foamborstel is vooral voor het polijsten en het mooi maken van je haar. Als je echt met deze foamborstel je haar gaat feunen van nat naar droog, ben je heel lang bezig. Dus is je haar nog een beetje vochtig? Blaas het eerst lekker droog met een gewone föhn waar genoeg kracht op zit. Hier zit minder kracht op, vandaar dat je er dan ook langer mee bezig bent. En ja, je hebt misschien niet zoveel tijd, dus je wil gewoon snel dat je haar goed in model zit. Ik heb mijn haar doorgeborsteld. Het is klitvrij. Wat je kunt doen, is het eventueel ook afdelen. Dus dat je eerst de onderkant doet en vervolgens de bovenkant. Nou, voor mijn snelle föhnkapsel is dat niet nodig. Ook omdat mijn haar niet heel dik is. Het belangrijkste hoe je deze borstel gebruikt, is dat zodra je deze borstel in je haar zet, dat je die borstel rond blijft draaien. Blijven draaien, blijven draaien. Waarom? Op die manier zorg je ervoor dat het haar mooi gepolijst wordt. Als je hem in het haar zet en hem alleen zo eruit trekt, dan zul je niet die mooie glans krijgen en ook niet dat die punten mooi naar binnen vallen. Nee, je zet hem dus in het haar. Je begint al gelijk met draaien en je draait die borstel langzaam naar de punt toe totdat je helemaal naar buiten bent. Nou, nu had ik de föhn nog niet aangezet, dus heeft het nog weinig resultaat. Ook is het belangrijk dat je precies in de richting föhnt hoe jij je haarvalling wilt hebben. Nou, ik heb hier al een scheiding gemaakt, dus dat betekent dat ik die borstel vooral die kant op ga bewegen. Wil ik het meer over mijn voorhoofd, dan ga ik hem meer over het voorhoofd bewegen. Wil ik de punten naar binnen, dan draai ik het haar ook naar binnen in de borstel. Wil ik het naar buiten, dan draai ik het haar meer zo naar buiten. Het is dus heel belangrijk dat je eerst goed bepaalt welk kapsel je wilt hebben, welke kant je haar op moet. En vervolgens kun je met de föhn aan de slag. De föhn geeft natuurlijk best wel wat lawaai. Dus ik ga zo meteen, als ik de föhn aanzet, laat ik een mooi muziekje aan je horen. En laat ik je gewoon stap voor stap zien hoe ik mijn haar super makkelijk en super snel in model föhn. Is nu al een wereld van verschil. En hoe lang ben ik bezig geweest? Nou, volgens mij nog geen 5 minuten. Ik ben nog niet klaar, want ik wil natuurlijk dat het helemaal goed blijft zitten en dat het echt perfect in model zit zoals ik het zelf wil. Het is nu natuurlijk echt, hangt het nog in die plukken van hoe ik het gefeund heb. Dus, ik haal een klein beetje mijn handen door het haar. Ik kijk eventjes hoe dit valt. Misschien eventjes hier en daar wat kneden, zodat het weer ietsjes wilder gaat zitten. Ik pak mijn haarlak erbij en dat is het enige product wat ik eigenlijk verder nog ga gebruiken om mijn kapsel te verstevigen, dat het ook de hele dag blijft zitten. Ik vind het leuk dat deze punten iets naar buiten vallen. Dus wat ik doe, ik ga er met mijn handen doorheen. Ik spuit er al wat lak op.
En zoals je ziet blijft het al wat beter naar buiten staan. Hier wat volume. Nou, een beetje lak erop. Dit plukje valt veel naar voren, dus die wil ik iets meer mee laten vloeien in mijn lok. Haarlak erop. Klein beetje aan elkaar plakken. En dit is het resultaat. Nou, zoals je ziet heb ik bovenop meer volume. De punten vallen mooi naar buiten en naar binnen. Het haar is meer gepolijst. Het zit gewoon veel mooier in model dan voor het feunen. Een super snelle en makkelijke techniek om je haar heel snel in model te feunen. Zit dit kapsel stevig? Ja. Het zit iets minder stevig dan wanneer je het echt helemaal pluk voor pluk met een feun en een ronde borstel gaat feunen. Maar ja, dat is best wel lastig om dat zelf te doen. En helemaal als je niet zoveel tijd hebt. Daarom vind ik echt deze feunborstel van Babyliss, ja, ik vind het echt een uitkomst. Heb ik je enthousiast gemaakt en denk je, ja, ik heb die feunborstel ook nodig? Dat is een hele goede investering, wat ik er graag bij wil vertellen. Zo'n feunborstel heb je in allerlei soorten, maten, merken en diverse prijsklassen. Babyliss is absoluut geen dure investering, maar het is wel een heel goed product. Je hebt ook goedkope varianten. Daar zou ik wat voorzichtig mee zijn. Bijvoorbeeld in de prijsknallerwinkels, zoals de Action. Misschien vind je daar ook zo'n soort borstel. Vaak is dan goedkoop duurkoop. Dit is zeker geen heel duur product. Het is ook niet het goedkoopste product. Maar ja, haartip van de kapper. De feunborstel van Babyliss. Op mijn blog, die bij deze video hoort, vind je alle productinformatie over deze feunborstel die ik zelf gebruik. Ik verwijs je door naar eventuele verkooppunten voor als je dit product ook wilt aanschaffen. Je kunt er natuurlijk ook nog even over nadenken of gewoon niet doen. Het maakt niet uit wat je ermee doet, maar als je mooi haar wilt in een zeer snelle en korte tijd, dan adviseer ik je toch deze feunborstel. Bekijk je deze video via mijn blog? Nou, dan zit je al op de goede plek. Bekijk je deze video via mijn YouTube kanaal? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje naar mijn blog. En vind je ook alle andere linkjes waar je mij kunt volgen. Dit is dus mijn dagelijkse haarroutine als ik super snel mijn haar in model wil feunen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop ook dat je er iets aan hebt gehad. Geef deze video wat liefde door een duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dat zou ik super tof vinden. En je zou mij daar ook heel erg mee helpen. Dan wil ik je heel graag bedanken voor het kijken. En zie ik je in een volgende video weer. Be dazzled!